Maar we hebben de A-lijn gebreide rokken nu ook binnen in een donkere keki kleur. Deze kleur is echt een stukje donkerder als de andere keki die we eerder binnen hadden. Het is één maat. Ik heb maat 38 en je kunt ze al dragen vanaf maat 36 tot en met maat 44. Hierboven zit een elastische tailleband. En als ik zo kom, ja, dan zie je het al. Daar gaat nog heel ver oprekken. 39,95. Het is een viscose mix zonder wol en het is bij ons echt een bestseller item. En we kunnen ze bijna niet meer aankomen, want nu hebben we nog één keer de cakey binnengekregen. En volgens mij een paar donkerblauwe en zwarte. En jeansblauw. 39,95. Er zit geen wol in, maar doe het toch op een wolwas 20-30 graden wassen. Dan blijft alles wat gebreid is eigenlijk altijd het mooist. Nou, ik heb hem nou even lekker nonchalant aangekleed. Met een oversized trui erop. Dit is de Lana oversized trui met V-hals. Hier zit wel wat wol in. Een hele leuke trui vind ik. Dan maak je er eigenlijk de nette, de chique van die rok toch even wat lekker casual. Hier in het midden loopt het in een punt naar boven. En aan de achterkant is hij dan weer ietsje langer. En het is een vlindermouw. Een driekwart mouwtje. En als je nou denkt van, oh, dat vind ik aan de frisse kant. Dan is het ook nog heel mooi om er een kooltruitje onder te dragen. En volgens mij heb ik er al foto's van gemaakt. En dan is het een basic kooltrui in de kleur donker keki. Want die hebben in verschillende kleuren. Ja, die was heel goed bij de rok. En volgens mij heb ik hem op de foto onder die trui ook nog aangedaan. Nou, hebben we wat meer dingetjes binnen. En dat is deze, daar heb ik net een filmpje van gemaakt. Dat is een plissé blouseje met een ruffelrandje. Aan de achterkant sluit hij met een knoopje en een lusje. En die doe ik dan met zo'n elastische riem. Ja, hoe ik dat altijd doe, weet je wel. Ik moffel alles weg onder die riem. Ga ik nog heel vlug verder. Want ik had dit ook nog. En dat vond ik ook heel erg leuk. Dat is dat truitje met die trompetmouw. Ik zal dat even laten zien. Dan kan ik ook nog even showen hoe ik dat dan doe met zo'n riem. Ja, stak wel even in mijn hemd. Is dat erg? Doe het gewoon. Hoppata. Dit is ook een truitje met wat wol erin. Even kijken dat ik hem goed aandoe. Hoppakee. Harmer even goed doen. Kijk, ook een hele mooie, ook zo'n iets uitlopende mouw. 39,95 zijn ze en die kun je dragen tot en met maat 42. 36 tot en met 42. En dan doe ik altijd ook bij die blouse de riem om de trui. En alles wat er onderuit komt, dan moffel ik weg onder de riem. En dan lijkt het alsof je de trui in de rok draagt, maar dat is niet. Want dan zou je helemaal zo'n rand krijgen, dus dat moeten we niet hebben. Nou, die trui is 39,95 en de riem is 19,95. Heb ik nou nog? Ja, ik heb van alles eigenlijk erbij. Want ik heb ook foto's als het goed is. Maar dat, ja, het kan zijn dat er iets fout is gegaan hoor. Want ik moet op een andere manier filmpjes maken op het moment. Dit is er heel mooi bij. En dit is er heel mooi bij. En dan met die basic cold trui. En dan had ik nog deze. Ik zal hem hier even overheen doen. Die had ik dan ook weer met dat basic groene kooltruitje. Ik doe nou even die trompetmouw eronder. Ja, dat zal misschien helemaal niet gaan, maar ik vind dat wel een hele mooie vest. Kijk, dan moet er even zo'n smal mouwtje onder drinken, want dat ziet er nou natuurlijk een klein beetje gek uit. Maar er zijn wel hele leuke vesten, ook op een broek. Nou, dan had ik daar wel los hangen. En daar kan er dan ook weer op. Hè? Dan heb je net wat meer aan dan dat kooltruitje. Deze zijn 49,95. Oh, even kijken. Nee, de rest heb ik gewoon allemaal foto's van gemaakt. En het kan zijn dat de buren hier weer gaan boren. Dus ik moet alles zo vlug en zo snel doen. Maar goed, nou kan het nog. Ik heb hier de tote bag bijvoorbeeld in een camel kleurtje nog bij. Die zijn 29,95. Die heb ik ook in een grotere maat. Maar ook in een goud kleurtje. Kijk. 29,95 voor de kleintjes, 39,95 voor de grote. En wat ik nou ook nog heel mooi vind bij die rok, is hier die sjaal. Die is aan twee kanten doorgeweven, zeg maar. Dus er zitten twee patronen op. En die hebben heel laag geprijsd. Die zijn maar 19,95. Dat hebben we eigenlijk gedaan voor de decembermaand. Ik vind dat zo leuk om cadeau te geven. Doe er dan nog een tas bij. De sjaal 19,95, hier het tasje 29,95.
hoe mooi ziet er daar dan uit, hè? En dit is echt een hele populaire tas, want die is ja, nagemaakt van de Marc Jacobs tote bag. Alleen dan betaal je er 300-400 euro voor en nu 29,95. En het is echt een goede kwaliteit. Daar sta je van te kijken als je thuis krijgt. Nou, dit was het. Ik ga vlug stoppen. Jos die stopt mij te wachten om mij mee naar huis te nemen. Die denkt is klaar vandaag. Je kunt alles bestellen op onze website baboe.nl.